Goedemiddag, welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal weer de tijd hebben genomen om bij de online webinar te zijn over service menu pricing. Ik zal jullie nu gaan uitleggen hoe je service menu pricing optimaal kunt gebruiken. Nou, mijn naam is Esther Snoer en vandaag gaan we, hier zien we de agenda. Dus ik zal jullie als eerst in 3 stappen laten zien hoe makkelijk het is om een juiste offerte op te maken. Hoe uw dealer en prijsinstellingen te controleren en eventueel te wijzigen. Op welke verschillende manieren we een voertuig kunnen selecteren, een verrichting kunnen selecteren, hoe we een offerte kunnen opstellen en afmaken. En alle eventuele hulpmiddelen in service menu pricing. Om service menu pricing te starten gaan we weer naar onze landingspagina. Dus we loggen in via login.ifmsystems.com. Dus je logt erin met je gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens komen we weer hier op de landingspagina. Vervolgens klik weer op starten en komen we in service menu pricing terecht. Eerst ga ik jullie in 3 stappen laten zien hoe eenvoudig het is om een offerte op te stellen. En vervolgens zal ik wat meer in detail uitleggen hoe het precies werkt. Ja, dus als eerst klikken we hier een VIN of chassisnummer. Klikken we zoeken, zien we meteen hier gasvier, een diesel en een handmatig voertuig. Vervolgens zien we hier 3 knoppen. We gaan deze keer voor een service. Aanbevolen onderhoud, 1 jaar en 15.000 kilometer. Hier zien we dan meteen een overzicht van wat er gecontroleerd moet worden, welke onderdelen we nodig hebben en welke diverse items. Hier zien we ook meteen het prijsoverzicht, exclusief en inclusief btw. Vervolgens klikken we hier aan offerte toevoegen en komen we in ons offerte- en opdrachtsysteem uit. Zo hebben we binnen een paar klikken een complete offerte aangemaakt. Voor nu zal ik deze afsluiten en resetten. Het is heel belangrijk voordat we beginnen om de menu pricing te gebruiken dat we alle instellingen gaan controleren en eventueel wijzigen, zodat we het optimale uit menu pricing halen. Ik wil jullie eerst hier rechtsbovenin meenemen naar de instellingen. Eerst gaan we naar de gebruikersinstellingen. Hier kunnen we eventueel stijlkeuze uitkiezen. Op dit moment hebben we geen andere optie. Hier kunt u eventueel de taal wijzigen. Laten we het nu op Nederlands staan. Datumformaat. We vinden dag, maand en jaar. Tijdnotatie kunt u eventueel wijzigen. En het getalformaat, dus waar u of u een punt of een komma wil. En hier zo de komma. Ook kunnen we hier nog filteren op stuurzijde. Dus of je alleen de linkshandige of de rechtskant voertuigen wil laten zien. Of als u deze aanvinkt, zullen allebei de opties tevoorschijn komen. Nou, we laten nu linkshandig staan. In service menu pricing is het heel belangrijk dat iedere wijziging die u maakt, om altijd nog hier op opslaan te klikken. Vervolgens gaan we hier naar de dealerinstellingen. Nou, het is belangrijk dat u altijd even hier alle gegevens controleert of dit allemaal juist is, omdat dit zal op uw offerte tevoorschijn komen. Dus wanneer u dit aan een klant e-mailt of eventueel afdrukt. Dus hier kunt u eventueel nog een naam van een contactpersoon, e-mail, telefoonnummer, zo'n bedrijf, postadres. Als u eventuele wijzigingen maakt, vergeet niet om weer op opslaan te klikken. Vervolgens kunnen we hier bovenin nog naar onze medewerkers. En hier kunnen we een medewerker toevoegen. Zullen we voor nu eentje toevoegen. Dus wat is de positie van onze medewerker? Laten we zeggen serviceadviseur. De naam van onze medewerker. Marion Esbach. Een eventueel personeelsnummer, een e-mailadres kunnen we altijd nog invullen.
eventueel het certificaatnummer en het vaardigheidsniveau. Nou, we zeggen dat Marion een masterniveau heeft. Vervolgens klikken we op oké en we zien onze serviceadviseur hier in de lijst staan. Vervolgens klikken we weer op opslaan en onze instelling hebben we opgeslagen. Vervolgens gaan we door naar de prijsinstellingen. Dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste instellingen die we als eerst moeten controleren en eventueel wijzigen om service menu pricing correct te laten werken. Als eerst beginnen we hier bij de uurtarieven. Nou, op dit moment kunnen we de naam, het model niet veranderen. Dit is allemaal doorgegeven via Toyota België. Wat we hier wel kunnen veranderen is de prijs per uur. Stel, dit moet 90 euro worden. Klik op tab en zo kunt u naar de volgende. Dan vullen we hier 95 in. Hier 60. Hier 90. Enzovoort enzovoort. Als u deze moet wijzigen, u klikt op de prijs en zo kunt u hem wijzigen. Dus klikken we weer op opslaan. En dan gaan we verder naar de diverse items. Zie je, deze items staan er allemaal al in. Hier kunnen we ook eventueel nieuwe toevoegen of een item wijzigen. En laten we hier voor een motorolie gaan. Zodra we hierop klikken, komen we in dit schermpje terecht. Hier kunt u eventueel de code vervangen. Stel u heeft deze motorolie niet en u heeft een speciale voor Shell, kunnen we deze toevoegen. Kunt u eventueel een DMS-code invoeren. Exporteert het diverse item als een onderdeel naar het DMS-systeem. Eventueel onderdeelnummervervanging toepassen. Stel het heeft een ander onderdeelnummer in het DMS-systeem, kunnen we hier een alternatief onderdeelnummer toevoegen. Ook kunnen we hier de hoeveelheid wijzigen. Dus nu staat hij op 1 liter per verpakkingseenheid. Kan dit eventueel wijzigen naar 2. Welke prijs wilt u aan dit onderdeel geven? Of wilt u misschien een gewijzigde prijs toevoegen? Dan gaan we hier niet, deze niet wijzigen. We kunnen hier ook nog een nieuwe toevoegen. Een diverse itemcode. Dus laten we zeggen, we hebben een bepaalde screenwash die we graag willen toevoegen. Eventueel de DMS-code. We willen dit item als een onderdeel exporteren. Ik wil deze toevoegen aan alle serviceverrichtingen. Op dit moment ga ik hem niet hier prijzen, maar in de prijs voor diverse. Dus voor nu ga ik deze oké opslaan. En vervolgens staat hij hier. Vervolgens klikken we weer op opslaan. Onze wijzigingen zijn we opgeslagen. Gaan we nu naar onze prijzen voor diverse. Het is heel belangrijk om te controleren dat alles hier is geprijsd, want anders zou uw offerte niet zo precies zijn, omdat niet alle onderdelen zijn geprijsd. Wat we hier kunnen doen is, we kunnen eventueel het uurtarieftype wijzigen. Nu staan ze allemaal in euro. Je kunt eventueel een percentage toevoegen, maar dit wordt over het algemeen niet gebruikt. Dus laten we het hier op het uurtarief laten. Even kijken. Dan vervolgens hebben we hier de verwijderingsbijdrage berekenen. En nu staan ze hier dus. We kunnen hier het type milieuheffing kunnen we ook op een variabel tarief laten zetten. Dus dan rekent hij een bepaalde prijs per vloeistof. Nou, laten we deze afzetten, want op dit moment laat ik hem op vast tarief staan. Dan zien we hier dat de enige tik staat olieverwijdering. Dus op dit moment voor alle verrichtingen die we selecteren, wordt er een vast bedrag berekend voor de olieverwijdering.
Vervolgens zien we hier een kolommetje met actief. Dus op dit moment zijn al deze onderdelen actief en zullen dus ook in de verrichtingen gezien worden. Als u bijvoorbeeld een bepaalde olie niet heeft, kunnen we hem hier uitzetten. Dus nu wordt hij ook niet aangegeven in een bepaalde verrichting. Hier zien we dat onze screen was, die hadden we natuurlijk net in de diverse items geen prijs gegeven. Dus hier zien we dat die naar een rode 0 staat. Dus deze moeten we nog toevoegen. Dan wil ik jullie hier nog deze kolom graag uitleggen. Dit is een waarschuwing bij ontbrekende prijs deactiveren. Dus nu, als ik een service zou selecteren en de screen was, zou daarin voorkomen, zou ik een melding krijgen met de waarschuwing van, hey, een onderdeel is niet geprijsd. Maar stel u wilt deze waarschuwing niet krijgen, dan kunt u hem hier activeren. Dus nu zult u deze waarschuwing niet krijgen. Maar toch wil ik hier graag een prijs invoeren. Ze zeggen 3 euro. En zo kunt u de eventuele prijzen wijzigen. Vervolgens klikken we hier weer op opslaan. En dan zijn onze wijzigingen opgeslagen. Vervolgens hebben we hier prijzen voor onderdelen. Deze prijsniveaus komen vanuit MicroCAD. Dus deze hebben we al eerder in MicroCAD opgezet. Deze kunnen we hier dan ook niet wijzigen. En we zien hier ook deze prijsniveaus komen vanuit de fabrikant. En als standaard staat de verkoopprijs ingesteld. Maar wat we hier kunnen doen, we zien dat deze niet is toegevoegd door de fabrikant. Dus deze kunnen we eventueel wijzigen. Ik zal je ook laten zien hoe we een nieuwe kunnen toevoegen. Nou, dus we willen nog een tweede VIP prijsniveau toevoegen. Nou, wat is de basis van het prijsniveau? Verkoop, ja, belastbaar. Nou, dus vervolgens, ik zal nu voordoen de aanpassen type vast. Dus als we een bepaalde korting willen geven, is het belangrijk dat we hier een minteken voor zetten. En bijvoorbeeld 15% korting. Als u de min niet toevoegt, dan zal er 15% bijgerekend worden. We kunnen eventueel ook een prijzenmatrix toevoegen. Als u eventuele onderdelen hebben die er snel uitgaan en waar een bepaalde prijskorting wil toevoegen, kunnen we hier eventueel dit toevoegen. Dus vanaf de laagste prijs gaat het naar 20 en de hoogste prijs 50. Daar willen we een korting van 10% geven. Voor nu laat ik hem op een vast prijstarief zetten en laten we min 15%. Oké, en vervolgens zien we hier dat deze wordt toegevoegd. Vervolgens klikken we weer op opslaan. Dan hebben we hier ook nog het kolommetje met btw. Kijken, dus hier als standaard tarief staat 21%. Maar stel u heeft een bepaalde klant of u wilt een extra btw tarief toevoegen, kan dat hier ook altijd. Laten we zeggen. En het percentage is 8%. En vervolgens wordt deze hier ook toegevoegd. En kunnen we weer op opslaan klikken. En dan wil ik jullie meenemen naar de aanbevolen meerverkopen. Dus hier kunnen we, iedere keer als we een verrichting selecteren, krijgen we een aanbevelingenbox. Hier staan vaste aanbevelingen in van Toyota, maar we kunnen zelf ook nog onderdelen toevoegen die we graag willen stimuleren om te verkopen. Vrij makkelijk, dus hier hebben we alle verschillende opties. Laten we naar het koelsysteem gaan. Dus we zien hier al dat de radiator koelmiddel vervangen toegevoegd staat. Zodat de thermostaat ook nog willen toevoegen. De waterpomp. Klikken we hier op nieuwe toevoegen. Nou, aan welke verrichtingen wil ik deze aanbevelingen te zien krijgen?
Op dit moment hebben we hem alleen voor de serviceverrichtingen toegevoegd en graag wil ik hem ook bij de reparatieverrichtingen toevoegen. Dus hier kunnen we nog bepaalde instellingen wijzigen. Vraag verbruiker automatisch naar de aanbevolen meeverkoper. Dus nu, iedere keer als u een serviceverrichting wil openen, krijgt u deze aanbevelingen te zien. Automatisch alle beschikbare aanbevolen meeverkopers selecteren. Nou, die laten we uitstaan, want anders moeten we ze allemaal deselecteren. Dus het is makkelijker om ze handmatig toe te voegen. Vervolgens klikken we weer opslaan. En als laatste hebben we hier nog de parameters. En als u hier eventueel de valuta wil wijzigen, of u wil de komma als eerste en de punt, maar we hebben eerder aangegeven dat we deze willen. Of u de toeslag voor in- en uitrijden aftrekken wil toevoegen, kunt u deze selecteren. En of we een eventuele prijsafronding willen toevoegen. Dit laat ik allemaal wat het is. En zo klik ik op opslaan. Dus nu hebben we eigenlijk alle prijsinstellingen gehad. Dus alsjeblieft, voordat we beginnen met Service Menu Pricing, controleer even of al uw prijzen zijn ingevuld, zodat we een meest realistische offerte op kunnen maken. Hoe sluiten we deze af? We hebben hier nog een paar technische instellingen. Hier spreekt allemaal voor zich. Bijvoorbeeld als u het vervangende onderdeel als standaard wil geven. Nou, nu hebben we ervoor gekozen van geef hem weer, maar niet als standaard. En hier hebben we ook nog eventuele integratieinstellingen voor de connectie met uw DMS-systeem. Dus deze poortnummers moeten in uw DMS ingesteld worden. Vervolgens hebben we hier als laatste nog onze afdrukinstellingen. Als u eventueel een bepaalde disclaimer wilt toevoegen of een footnote, kunt u dat hier toevoegen. Kunnen we hier altijd nog een voorbeeld zien om te zien hoe het er dan precies uitziet met hier de voettekst. Dit sluiten we nu af. Dus dit waren eigenlijk alle instellingen. Nou, dus nu wil ik jullie laten zien op welke verschillende manieren we een voertuig kunnen selecteren. En op welke verschillende manieren we een verrichting kunnen selecteren. Nou, om de meest complete informatie te krijgen, is het best om te zoeken op het VIN of chassisnummer. Ik heb hier een voorbeeld. Ik zal deze weer invoeren. Vervolgens klikken we op zoeken. En hier zien we meteen, het gaat om een RAV4, een diesel, handmatig. Hier kunnen we dan nog op de voertuiggegevens klikken. Dus hier zien we het VIN, het kenteken, bouwjaar, datum, kentekenregistratie, de kleurcode. Hier hebben we alle informatie. Deze kunt u eventueel afdrukken als u dat zou willen. Nu klik op afsluiten en reset. We kunnen ook op een gedeelte van ons VIN of chassisnummer zoeken. Dat zijn de laatste 8. 5. En vervolgens krijgen we hier dan de optie of het een automaat is of handmatig. En laten we deze voor een automaat gaan. Als we nu naar de voertuiggegevens gaan, zien we dat er inderdaad minder gegevens beschikbaar zijn, omdat het niet zo specifiek is. Zetten weer en we kunnen natuurlijk ook op het kenteken zoeken. En hier zien we weer alle gegevens. En als we weer naar de voertuiggegevens gaan, zien we dat het weer vrij compleet is. Maar als we eventueel geen VIN of kenteken heeft, kunnen we natuurlijk ook altijd via de plaatjes. En hier krijgen we dan een meerkeuzemenu. En op deze manier komen we er ook en kunt je ook nog een eventuele verrichting opzoeken. Omdat het handigste zoeken toch met een volledig VIN of chassisnummer is, selecteren we deze. Nou, dus, nu zal ik jullie meenemen naar hoe we een bepaalde verrichting selecteren. We kunnen hier
kiezen via de plaatjes de service, flat rate menus of de courante herstellingen. Of hier op de drop-down menu kunnen we deze ook zoeken. Een andere manier van zoeken is via de reparatiecode. Ik zal jullie nog een voorbeeld laten zien. De reparatiecode van de batterij herstellen of vervangen. Dus zo, ook met de reparatiecode, zo komen we in de verrichting en zien we hier wat moet gebeuren en welke onderdelen we nodig hebben. Een andere manier van zoeken is op onderdeelnummer. Dus we kunnen hier een onderdeelnummer invoeren en dan geeft het ons alle opties. Even kijken, ik zal het even controleren. Ik geloof dat er even iets mis is met ons onderdeelnummer. Maar in ieder geval, als we hier een correct onderdeelnummer invoeren, komt het op met alle verrichtingen. Met alle verrichtingen waarin dit onderdeelnummer terechtkomt. Vervolgens kunnen we ook op een eventuele garantiecode zoeken. Vervolgens komen we hier daar ook in uit. Nu zien we hier de aanbevelingenbox. Ik zal op het einde nog even laten zien waar u alle garantiecodes kunt vinden. En uiteindelijk kunnen we ook nog met een omschrijving zoeken. Nou, dat zal ik jullie nu ook laten zien. Weer de koppeling. Dus nu krijgen we hier drie opties. Nou, vanuit hier kunnen we de flat rate menus aanvinken. Zodra we deze aanvinken en vervolgens zoeken, krijgen we hier meerdere opties. Om nu verder te gaan, ga ik een service selecteren. Dus op deze manier kunnen we ook naar een verrichting komen. Dus hier hebben we de aanbevelingenbox. Dus deze zijn toegevoegd door Toyota en door uzelf, wat we eerder al in de aanbevelingen hebben toegevoegd. Vervolgens kunt u hier een aantal selecteren en vervolgens aan offerte toevoegen. Nu ga ik dat niet doen en klik ik op afsluiten. Dus hier zien we alle details van onze verrichtingen. Dus hier wat er precies moet gebeuren, welke onderdelen we nodig hebben en welke diverse items we nodig hebben. Daarom is het heel belangrijk om te controleren of alle diverse items zijn geprijsd. Want nu zien we dat hier overal een prijs in staat. En anders zouden we daar krijgt u geen correcte offerte te zien. Maar hier zien we nog iets. Hier kunnen we een eventueel het superseded part weergeven. Nou, omdat we natuurlijk het al eerder hadden aangegeven dat we het originele onderdeel willen zien, laten we deze hier staan. Hier zien we dan ook het aantal uur, de adviesprijs, btw, exclusief btw en inclusief btw en hier de totale. Nou, hier kunnen we nog ons prijsniveau wijzigen, of we nog een speciale korting willen toevoegen of niet. Nu laten we hem op verkoop staan. Vanuit hier kunnen we ook al de verrichting eventueel afdrukken. Dus hier willen we het afdrukken als werkorder, of als checksheet, als begroting. Hier kunnen we nog allerlei dingen toevoegen. Het spreekt allemaal voor zich. We kunnen hier ook nog kilometerstand toevoegen. Eventueel wat het ophaaltijdstip is, welke taal, onze serviceadviseur. We hadden net natuurlijk Marion Edward toegevoegd en eventueel een monteur. En als we deze aan de klant kunnen laten zien, kunnen we hier nog verschillende opties toevoegen. Of een handtekening van de klant willen. En hier eventueel druk de garantiecodes af. En hier hebben we nog de opties allemaal volledige werkorde. De print dus eventueel voor uw monteur of als eenvoudige bijvoorbeeld uw serviceadviseur. Laten we nu even de volledige werkorder
zien. Hier zien we dan alle onderdelen en wat er precies moet gebeuren en de eventuele handtekening van de klant. En als we dan de eenvoudige werkorder af willen drukken, zien we hier de eenvoudige. Dus hier wordt er niet laten zien welke verrichtingen er moeten gebeuren. Dus vanuit hier kunnen we hem dan printen. Met deze afsluiten. Nou, stel u heeft net gouden aanbevelingen weggeklikt en u wilt ze toch nog eens aankijken. Kunt u hier op aanbevelingen klikken en komen ze hier allemaal weer terug. Vanuit hier kunt u het eventueel ook nog overbrengen naar het DMS-systeem als u dat zou willen. Nou, voor nu wil ik hem graag aan mijn offerte toevoegen. Klikken we hier aan offerte toevoegen en vervolgens komen we hier in het offerte- en opdrachtsysteem terecht. Wat zien we hier? Nou, hier zien we eventueel de klantgegevens. Laten we hier onze naam. De naam van de klant invoeren, het kenteken, het VIN-nummer, nou, wat is de kilometerstand, de kilometer, eventueel het werkorder. Nou, als u deze offerte voor een bepaalde tijd wil laten gelden, nou, laten we zeggen voor 21 dagen, kunnen hier nog de werkopdrachtstatus wijzigen. Eventueel de serviceadviseur toevoegen en de monteur. En hier zien we dan de totale arbeidsloon, onderdelen en diverse items, of er een eventuele korting is toegevoegd. Vervolgens als we eventueel nog een verrichting willen toevoegen, dus stel er moet nog een batterij worden toegevoegd, kunnen we hier verder naar voertuig selecteren. Nou, we zien dat ons voertuig hier nog geladen staat. Nog iets met de batterij gebeuren. Batterij herstellen. Deze wil ik graag ook aan onze offerte toevoegen. Nou, dan vraagt hij hier van, moet er nog dubbel gerekend worden voor klein materiaal? Laten we zeggen, oké. Okay. Vervolgens zien we hier dus onze 15.000 kilometer check. En hier onze batterij vervangen wordt hier aan toegevoegd. Vervolgens kunnen we ook altijd nog een opdrachtregel toevoegen. Dus stel, er zit iets in de voorruit, dus dit moet ook toegevoegd worden, maar dit doen jullie zelf niet. Door de derde uitgevoegd, kunnen we het hier invoegen. Dus voorruit, we hebben één voorruit nodig, de prijs. En als u een eventuele korting wilt toevoegen, bijwerken. En zien we dat, even kijken, onze voorruit wordt hier aan de werkderde toegevoegd. Nou, vervolgens, onze klant wil er toch nog even over nadenken, dus we willen graag onze offerte opslaan. Klikken we hier op opslaan, onze offerte is opgeslagen. En vervolgens klik weer op afsluiten. Nou, onze klant komt weer terug en wil het nog eens even voor de offerte hebben. Gaan we hier weer naar offerte en opdrachtsysteem. Dan klikken we hier op laden om ons en vervolgens zien we hier dat onze klant Amanda is weer teruggekomen en zo kunnen we dus de offerte weer op terughalen. Even kijken, dus hier, vanuit hier kunnen we onze offerte ook nog overbrengen naar ons DMS-systeem. We kunnen hier onze offerte ook altijd nog doormailen. Nou, hier kunnen we het e-mailadres invullen. Nog, net zoals bij Microcat, vul ook altijd uzelf nog even in CC, want de manufacturer zal ook altijd zeggen dat het zonde is. Misschien is dat het niet. Hier kunnen we ook als afdrukopties nog hier de verschillende notities bijvoegen.
En vervolgens klikken we hier op te sturen. Stel, u vindt het hier allemaal, of u heeft een hele lange offerte en u vindt het een beetje rommelig met alle klantgegevens en de totalen hier. Kunnen we hier nog op details verbergen klikken, zodat we hier een volledige scherm beschikbaar hebben. Maar ik wil graag alle details erbij hebben. Vervolgens kunnen we het hier ook afdrukken. Dus nu zien we dat de werkorderopties niet meer beschikbaar zijn, omdat ze nu natuurlijk al in het offerte- en opdrachtsysteem zitten. Dus ik wil graag de reparatietijden afdrukken, eventuele bijkomende werkzaamheden, handtekening van de klant, toestemming van de klant. Klik hier weer op afdrukken. En zo zien we dus onze totale offerte met uw dealergegevens hier, met onze klantgegevens hier en alle voertuiginformatie. En alles wat er moet gebeuren, welke onderdelen en de bedragen. En hier zien we dan ook onze extra toegevoegde verrichting. Dan vanuit hier zien we al het totale van deze offerte. Met uiteindelijk hier het totaalbedrag inclusief BTW. Laten we deze weer afsluiten. Hier hebben we ook nog de optie om de checksheet te laten zien. Dus hier zien we in liftpositie 1 dat dit gebeuren enzovoort enzovoort. Laten we deze nu weer uitzetten. Als we eventueel... Ik klik weer op afsluiten. Vervolgens willen we hem weer inladen. We kunnen ze vanuit hier, hier zien we dus al onze offertes. Vanuit hier zien we dus, kunnen we hem selecteren en eventueel verwijderen. Dus de selecteerde offerte verwijderen. Dit zijn eigenlijk de verschillende mogelijkheden binnen Service Menu Pricing. Dan wil ik jullie nu nog meenemen naar onze tools. Wat heel belangrijk is als u klaar bent met een bepaalde offerte, dat we altijd hier op afsluiten klikken, zodat we hier weer in een nieuw vers begin, zodat we hier weer verder kunnen met een nieuw voertuig. Nou, dan zal ik jullie nog laten zien de verschillende tools. Dus nu nog even een voertuig selecteren. Vervolgens gaan we hier rechtsbovenin naar de tools. Nou, zoals ik net al zei, hebben we hier in rapporten hebben alle verrichtingencodes. Dus hier de servicecodes, veel voorkomende reparaties. De garantiecodes zijn alleen beschikbaar als u een VIN of chassisnummer hebt geselecteerd. En hier kunt u ook nog eventueel alle codes afdrukken als u dat zou willen. Dan laten we hem hier afsluiten. In de tools hebben we ook nog ons klantenbeheer. Dus ik denk dat jullie de meeste het klantenbeheer in uw TMS-programma hebben. Maar als u eventueel alle klanten hier in de Service Menu Pricing wilt toevoegen, kan dat natuurlijk ook. Klik op nieuwe klant toevoegen. Naam van de klant. Edward. Eventueel de adresgegevens, plaats, land. Eventueel TMS-klant, de klantnummer, type klant, telefoonnummer, enzovoort, enzovoort. Kijk, vervolgens klikken we hier op afsluiten. Daarna hebben we hier nog de help. Dus stel, u bent een fout tegengekomen in een van de verrichtingen. Klik hier op commentaar indienen. En dan kunt u hier, iets naar ons toesturen van, hey, in deze bepaalde verrichting klopt het niet, of in de variant. Dus als we een verrichting geselecteerd zouden hebben, zouden we het automatisch ingevuld hebben. Als u zo specifiek mogelijk aan ons uit kan leggen wat er precies mis is, of er iets veranderd moet worden, kunt u hier uw commentaar invoeren en uw aanbeveling van wat het dan eigenlijk zou moeten zijn. Vervolgens kunt u dit naar ons e-mailen, of eventueel afdrukken. Gaan we dit afsluiten. Hier hebben we ook nog de inleidende gids. En
Dus als u nog alle instellingen, als de prijsinstellingen enzovoort door wilt nemen. En hier hebben we ook nog een kort instellingen, of de instellingenoverzicht. Hier wordt ook uitgebreid verteld over alle prijsinstellingen. En vervolgens het helpbestand, wat we net in MicroCAD ook hadden. En hier kunt u ook nog alle specifieke vragen stellen, of de verrichtingen selecteren en alle gegevens. Ik geloof dat u nu eigenlijk alles door hebt genomen in de menu pricing. Dus we hebben natuurlijk ook nog ons YouTube-kanaal, wat ik u al eerder heb laten zien, waar u waar deze webinars later allemaal online terecht zullen komen als u ze nog eens na zou willen kijken, als u nog andere producten wilt bekijken. Dus nu wil ik jullie heel graag bedanken voor jullie tijd en aanwezigheid. Als u nog eventuele vragen heeft, vul het alsjeblieft in. En ik kom zo snel mogelijk met antwoorden terug, hopelijk. Dan wens ik jullie nog een hele fijne middag en bedankt voor jullie tijd.